Wij zijn een middelgrote coöperatie. Wij maken veevoer voor alle soorten dieren. Wat ons bijzonder maakt, dat is dat wij alle soorten voeders stalgericht, klantspecifiek kunnen maken. En dat doen we al meer dan 100 jaar. En daar proberen we steeds verder in te specialiseren. Ontvangst tot aflevering is alles geautomatiseerd. Ze hadden een besturing staan die al ruim 20 jaar oud was. En vanwege een stukje betrouwbaarheid van die installatie waren ze op zoek naar iets nieuws. Dan ga je marktgericht en toekomstgericht zoeken. Want automatisering gaat 10 tot 15 jaar mee. En zolang we ook met die partij vooruit kunnen. Ja, en daar is heel sterk Actemium uitgerold worden. Ja, de eerste gesprekken al hebben wij het idee gehad van ze weten goed waar ze over praten. Ze weten wat een mengvoederfabriek is. Daar kunnen we mee verder. Uiteindelijk is de hele fabriek voor 100% vervangen qua automatisering. Wat het project uniek maakte is dat we de ombouw in een hele korte tijd hebben gerealiseerd. En dat was voor ons belangrijk, want we kunnen niet lang stilleggen, want onze afnemers vragen om voer. Daar zijn we op woensdagavond begonnen en op zaterdag moest eigenlijk de productie alweer klaarstaan, zodat op maandagmorgen direct weer gestart kon worden met produceren. Van die vier fases die wij om moesten bouwen is de maalmenglijn voor ons absoluut de spannendste, want dat is het echte hart van de fabriek. Dit is heel complex. Je hebt heel veel verschillende parameters waar je rekening mee moet houden. Dus dat is zeker voor ons ook het spannendste geweest. Ja. Voorbereiding kost tijd, maar een goede voorbereiding hangt af van een goede ombouw. En ik denk dat die voorbereiding heel goed geweest is. Dat iedereen weet wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren. Dus dat de milestones gehaald kunnen worden. En dat de klant uiteindelijk goed kan produceren op het moment dat hij weer moet gaan produceren. Alles is vervangen, alles is overnieuw gegaan. Wij hebben geen contrasets, maar wij hebben 5 bulkwegers. Dat zat allemaal al bekabeld. En van die bekabeling is een heel groot deel vervangen in een soort wifi systeem. Maar ook de inzet van de mensen en van Actemium en van de Valk. Ja, en dat heeft geresulteerd in een hele goede ombouw. Ja, we zitten regelmatig met de klant samen om te informeren over de nieuwe ontwikkelingen in de markt. En te kijken hoe dat die ontwikkelingen aansluiten bij hun productieproces. De wet en regelgeving verandert heel erg snel en wij moeten daar even zo goed als natuurlijk het productiebedrijf zelf zo snel mogelijk op weten te anticiperen. De samenwerking samen in de toekomst, die wordt heel belangrijk. En we hebben de keuze gemaakt omdat wij denken dat dat er is.